Dames, is iedereen er klaar voor? De Pink Age met allerlei hele fijne hits en meezingers met diverse zangers en zangeressen. En er komt weer iemand met een mededeling tussendoor. Je kan hier ook nooit eens een keer normaal iets aankondigen. Wat heb je nou weer? Nou, ik wil even aandacht vragen voor het meisje wat haar ouders kwijt is. Oh, dat vind ik zielig, dat is zielig. Waar is het meisje? Is ze hier ook? Nou, ze schijnt hier ergens in het publiek te zijn. Het meisje zelf is ook kwijt. Ja, het meisje is kwijt. Jessica de Bond. En ze is 6 jaar. En als zij even naar een van de beveiligers hier vooraan het podium gaat, wordt ze naar achteren gebracht. Ach, daar is Jessica. Ik denk, ja, ze moet ook helemaal huilen. Ik denk dat je moeder er zo wel aankomt, Jessica. Hier is een hele lieve meneer. Ook een hele knappe meneer. Die tilt jou heel eventjes hier over het hek. En dan komt je moeder waarschijnlijk zo. Ik weet niet of je moeder met een andere moeder is. En dat ze er een rotzootje van maken. Dat het daardoor allemaal mis is gegaan. Ach, dat kind is helemaal... Deze meneer, daar zit je helemaal goed bij. Die is helemaal een soort papa. Zeg maar een soort papa is dat. En dan komt er zo 1 of 2 mama's of een papa of iets extra's. Je weet het niet wat er allemaal aan vasthangt aan zo'n kind. Ach, ze is helemaal... Wat doe je dat toch? Lief en charmant. Kees, Jos, Armin, Mohammed. Hoe heet je eigenlijk? Nou, oké. Ik moet even weten wie de eerste... Dit zijn de achtergrondkoorzangeressen om te beginnen al. Ja, geef ze een hand. Ja, vind ik ook. Ja. Je ziet het ook aan hun jurken ook, dat ze ook allebei dezelfde jurk aan hebben. En dan krijgen we nu waarschijnlijk de eerste zangeres, maar wie is het? Weet, dat ben jij. Niet waar, echt? En hoe heet je? Hoe je heet? Dan kan ik je tenminste een beetje ordentelijk aankondigen. Bibi. Bibi. Dames en heren, Bibi!